En goedemiddag en welkom terug iedereen voor het tweede wetenschapscafé van de KU Leuven op deze Dag van de Wetenschap. Wij bevinden ons in de Universiteitshal in Leuven. Ik heb wederom drie gasten bij mij en we gaan het weer hebben over een maatschappelijk thema. Dat gaan we toelichten vanuit verschillende wetenschappelijke gebieden. Het thema voor dit tweede rondetafelgesprek is de Brexit. En bij mij zitten professor Martin Koolrausch, is hoogleraar Europese politieke geschiedenis. Ook bij mij zit professor Steven van Hekken, hoofddocent Europese en vergelijkende politiek. En professor Lieven Buissen, hoofddocent Engelse taalkunde, ook Britse cultuur. En u bent ook UK Watcher, werd mij verteld. Wij gaan eraan beginnen. Steven, jij zou voor mij in een notendop en voor ons publiek nog kunnen zeggen waar we aan beginnen. Voor ik u antwoord, laat nog één woordje voor de kijker thuis. Jullie kunnen ons ook vragen stellen, alles wat met de Brexit te maken heeft, met de huidige ontwikkelingen. Als je iets bedenkt terwijl je aan het kijken bent, ga naar de chatmodule en stuur ons jouw vraag. Dan komt die hier op mijn tablet binnen en dan kunnen we het daar zo dadelijk ook nog eens over hebben. In een notendop, Steven, in welke soort situatie bevinden wij ons met de Brexit? Ja, het heeft natuurlijk heel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk zijn op 31 januari van dit jaar de Britten uit de Europese Unie vertrokken. Dus het Verenigd Koninkrijk is nu al geen lid meer van de Europese Unie, maar we bevinden ons wel nog in een overgangssituatie. Wat betekent dat eigenlijk? Ja, een nieuwe constellatie tussen het Verenigd Koninkrijk enerzijds en de Europese Unie anderzijds nog een onbekende is. In die overgangsperiode blijven eigenlijk dezelfde regels gelden van het lidmaatschap. Dus dezelfde regels van handel, van vrij verkeer van personen enzovoort. Maar er is nog geen definitieve regeling. Over die definitieve regeling zijn er onderhandelingen bezig. Michel Barnier leidt die namens de Europese Commissie en onderhandelt namens de Europese Unie met de Britten. Dat is een heel hobbelig parcours geweest. We zitten al aan de zoveelste onderhandelingsronde. Ik denk dat ze zelf de tel kwijt zijn, alhoewel er de laatste weken en maanden wel wat versnelling is gekomen. Maar de klok tikt, want tegen 31 december, ja, als er dan geen uitkomst is, dan liggen de Britten er toch uit, zonder een deal. En er moet ook nog tijd zijn. Ja, een zogenaamde harde Brexit, maar eigenlijk is dat een no-deal. Hè. Ja. Maar om een akkoord nog goedgekeurd te krijgen door de instelling, door de lidstaten, had het eigenlijk al gebeurd moeten zijn. En is er eigenlijk nog weinig tijd over. Men dacht vorige week dat men zou landen, misschien volgende week, maar de onderhandelingen zijn vrijdag ook stopgezet, want men heeft een COVID-19-besmetting, terwijl de Britten al opnieuw terug naar Brussel waren gekomen. Dus dat is helemaal geen goed vooruitzicht. Dus wellicht gaan we volgende week toch ook weer naar een paar cruciale dagen waarin er mogelijk toch nog een akkoord gevonden kan worden tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Maar je zegt eigenlijk zelfs als er een akkoord komt, dat kan nooit meer goedgekeurd worden. Of kunnen ze daar nog achterpoortjes voor vinden? Ja, daar zijn nog wel wat juridische mogelijkheden, denk ik. Men kan altijd een akkoord afsluiten en zeggen dat het eigenlijk al voorwaardelijk zal ingaan in afwachting van een definitieve ratificatie. En dan denk ik vooral aan de verschillende lidstaten. Dat gaat nog een heel pak duren, zelfs ook in België. We kennen de situatie met onze talloze parlementen. Belangrijk is dat de Britten een akkoord geven, dat er dan een stemming zal plaatsvinden in de House of Commons, enerzijds. En dat zowel de staatshoofden en regeringsleiders, dus de Europese Raad, en het Europees Parlement een zegen geven. En dan is het eigenlijk spel min of meer oké. Okay, dan kan er nog wat extra tijd uitgetrokken worden voor de verschillende lidstaten. Maar het zal toch ook moeten voor begin december, want ook die instellingen natuurlijk hebben nog wel even tijd nodig. Na 15 december zal er niet veel meer gebeuren. Het moeten ook nog voorbereidingen zijn over de implementatie. Ja. Maar we weten eigenlijk ook nog niet wat de uitkomst van dat finaal akkoord zal zijn. Dus het wordt alleszins nog wel spannend de komende week. Ja. En wat de zaken ook nog een beetje bemoeilijkt natuurlijk is, hè, zoals je heel terecht aangeeft, de tijd begint te dringen, er is weinig tijd voor ratificatie, maar als ieder zijn woord heeft gegeven, dan kun je dat voorlopig al laten ingaan. Maar laat dat nu net een probleem geworden zijn met deze premier, die dan plots wetgeving begint te stemmen in september, de Internal Market Bill, die eigenlijk een akkoord van vorig jaar in Britse wetgeving moet omzetten en waar hij eigenlijk de deur openzet om daarop terug te komen eenzijdig. Dus
De vraag is dan, in welke mate gaat er voldoende vertrouwen zijn bij de 27 lidstaten van de Europese Unie, bij het Europees Parlement, bij de Europese Commissie, bij de Europese Raad, om zo'n akkoord goed te keuren, ten voorwaardelijke titel. Dat lijkt eigenlijk ook niet zo evident. Dus het vertrouwen is ook wel wat geschonden op dat vlak. Ja, ik denk dat een van de redenen is waarom dat het nu ook zo lang duurt. Er zijn allerlei redenen, want het is natuurlijk een technisch, een politiek moeilijk dossier. Maar inderdaad, er heerst wantrouwen aan beide zijden van de onderhandelingstafel. En de ironie is dat je dan eigenlijk teksten moet hebben die nog meer in de details gaan, omdat je elkaar niet kunt vertrouwen. Maar daar is eigenlijk ook geen tijd voor, of daar is geen draagvlak voor. En komt je een beetje in een negatieve, vicieuze cirkel. En het is heel moeilijk om daaruit te raken, denk ik. Dus het lijkt erop, een no deal of harde Brexit is toch vrij waarschijnlijk. Wat zijn daar dan de gevolgen van? Ja, ik ben zelf nog een beetje meer optimistisch. Ik denk dat er toch nog een akkoord gaat komen. Ik denk dat de veranderingen in de Amerikaanse politiek wel een impact zullen hebben met Biden. Dat hebben wij misschien ook al een beetje gezien in UK, nu met het vertrek van Cummings en enkele bijstellingen van Johnson. Die zijn misschien ook als reactie te zien op de nieuwe Amerikaanse president. Ja. En ook die Ierse lobby in de VS, die zeker ook een rol spelen, die niet zullen aanvaarden dat een Brexit of een harde Brexit komt die heel nadelig voor Ierland zal zijn. Ik denk dat dat zeker een rol speelt. Mocht die harde Brexit toch komen, ik denk dan gaat het zeker een moeilijke 1, 2, 3 maanden komen. Maar anderzijds zien we natuurlijk ook, Johnson is misschien weinig betrouwbaar, maar hij is ook zeer, zeer flexibel. Ik denk dat hij ook iemand is die dat is dan de keerzijde van de medaille. De keerzijde en die dan ook bereid zou zijn om een compromis binnen die harde Brexit, mocht die dan komen, te vinden. Ja, oké. De grootste problemen van een harde Brexit voor het gewone volk of zo, voor ons, is misschien het vrij verkeer van personen en goederen dat zal wegvallen. Nu hebben we even geluk dat we gewoon allemaal niet naar daar mogen. Dus misschien gaan we daar dan ook weinig last van ondervinden. Of heeft dat toch nog grotere gevolgen, verkeer van goederen? Uiteraard, het gaat vooral over de economie. Veel minder in eerste plaats nu voor toerisme. Uiteraard zal dat daar wel een impact op hebben, maar dat herstelt zich ongetwijfeld vroeg of laat wel. Maar het gaat vooral over de economie, uiteraard. Als je vooral kijkt ook gewoon al naar het Verenigd Koninkrijk zelf, dan zie je dat jaar 43%, 45% van hun export gaat naar de Europese Unie. En voor hun import, dus de goederen die zij nodig hebben zelf, gaat het zelfs over de helft van datgene wat ze binnenhalen. Dus dat is onvoorstelbaar wat voor een impact dat zal hebben op levertermijnen, maar vooral ook op prijzen. Je zult heffingen krijgen. Als je een harde Brexit zou krijgen, dan krijg je heffingen, invoerheffingen die betaald moeten worden. Dan krijg je vertraging aan de douane en ga zo maar door. Dat is echt niet zo evident als sommigen het laten uitschijnen. Bovendien is ook maar de vraag in welke mate het Verenigd Koninkrijk er klaar voor is om dat allemaal te klaren, letterlijk en figuurlijk. Hè. Bij douane moet je veel zaken klaren. Wel, die klus klaren zal ook niet zo heel evident zijn. Ja. Dat blijkt nu ook, want er zit veel ironie in het hele Brexit-proces. Maar onlangs is bijvoorbeeld gebleken dat als bedrijven een beroep moeten doen op tussenbedrijven die voor hen die douaneformaliteiten kunnen regelen, want heel veel, vooral KMO's, hebben daar geen kaas van gegeten, dus die doen een beroep op tussenbedrijven. Ja. Wel, veel daarvan, die kunnen dat werk niet aan en die moeten nu hun expertise gaan inkopen bij bijvoorbeeld Roemenen. Dus nu zetten ze Roemenen aan het werk, die nog redelijk recent daar ervaring mee hadden, want die zijn maar een paar jaar geleden, relatief gezien, een paar jaar geleden, toegetreden tot de EU. Dus die hebben er nog wat ervaring mee. Het zijn goedkope arbeidskrachten. Dus gaan ze hen daarvoor inzetten om de Britse soevereiniteit terug te winnen. Het is een beetje ironisch. Ja. We hebben ook doemberichten gehoord over kilometers aan vrachtwagens bij de havens om de oversteek te maken. Gaan we lege supermarkten zien in het Verenigd Koninkrijk of gaat het zover niet komen? Dat verwacht ik nu ook weer niet. En er zijn voorraden uiteraard, er zijn altijd manieren om ervoor te zorgen dat je daar voldoende voorraden hebt. Dus dat zal op zich wel lukken, denk ik, maar
Ik vermoed dat als het gaat over een harde Brexit, dat men ook daar nog wel ergens een soort van tussenoplossing zal proberen te vinden. Want zoals gezegd, men is er gewoon al niet klaar voor om die zelf te managen langs de Britse kant, laat staan langs de kant van de 27 Europese lidstaten. Ja. En anderzijds, in de omgekeerde richting, is er natuurlijk ook een zekere afhankelijkheid vanuit Europa aan Britse goederen, aan mensen, materiaal. Hoe zien we die problemen voor Europa? Mag ik die vraag aan jou stellen, Mark? Ja, ik denk dat is een probleem op vele niveaus. Hè. We hebben natuurlijk met Britten, met Groot-Brittannië zou de Europese Unie een heel sterke speler kwijt zijn, wat op het vlak van wetenschap. Zeker als we kijken met welke universiteiten we coöpereren, dan zijn dat grotendeels Britse universiteiten. Dat doen we ook heel, heel graag. Dat zou niet onmogelijk zijn, maar zeker moeilijker. Economisch gezien is dat een heel sterk land dat bijdraagt tot het budget. Dat zien we nu als een van de problemen die er nu zijn met het budget, is dat er minder binnenkomt. Op vele andere vlakken ook. De bankenwereld, dat is grotendeels een Brits gegeven. Ja. Dat zou natuurlijk ook voordelen kunnen zijn voor Parijs of Frankfurt, maar zal zeker ook tot problemen leiden. Het is zeker zo dat de problemen voor Groot-Brittannië waarschijnlijk groter zouden zijn dan voor de Europese Unie, maar niet noodzakelijk. Ja. Zeker zijn geen kleine. Daar is dan een zekere solidariteit of hulp binnen de EU nodig, zodat die landen kunnen elkaar nog steeds helpen en het VK valt daar dan buiten. Ja, dat is ook de bedoeling. Hè. De Europese Unie anticipeert daar ook al op, want ze weet natuurlijk, of we weten allemaal welke landen het eerst getroffen zullen zijn en binnen die landen welke sectoren. Hè. Wat de landen betreft gaat het natuurlijk in de eerste plaats om Ierland en op de tweede plaats komen dan Nederland, België, eigenlijk Vlaanderen, Denemarken, Noord-Frankrijk, eigenlijk omwille van de havens en de fysieke en nabij, het trafiek die over en weer moet. Hè. Ja. En het is niet Bulgarije of Malta dat daar ligt, dus zij gaan dat veel minder voelen. Nu, er is inderdaad wel het solidariteitsprincipe en dat heeft al zeer goed gewerkt. Hè. Als we nu spreken over Biden en de Ierse druk vanuit de Verenigde Staten om de Goede Vrijdagakkoorden te blijven respecteren en dat natuurlijk ingaat tegen wat eigenlijk Boris Johnson wil, dat heeft dat ook te maken met het feit dat de Europese Unie zich meteen ook achter die Ierse kwestie heeft gezet. Ja. Dus politiek gezien gaat dat zeer goed. Economisch zijn er heel sterke verschillen, geografisch dan, maar ook binnen sectoren. Ook bij ons natuurlijk staan er allerlei jobs op de helling, maar ook niet in elke sector. Toerisme is al genoemd. De haven van Zeebrugge is natuurlijk zwak, tussen aanhalingstekens, omdat ze zeer sterk afhankelijk is van de UK. Eigenlijk is dat een buiten- en UK-haven, waar goederen van over de hele wereld naar Zeebrugge komen. En wij doen de overslag in de richting van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Onze landbouwsector, diepvriesgroenten enzovoort, die zullen daar zwaar onder lijden, maar ook veel andere sectoren niet. Dus het is natuurlijk zeer onevenwichtig. Maar we hebben al tijd genoeg gehad, dankzij die lange saga van de Brexit, om ons daar toch min of meer op voorbereiden. Alhoewel ik ook denk van niemand weet echt goed wat er gaat gebeuren. Er zijn ook al extra parkings gemaakt aan de Britse zijde. We hebben extra douaneambtenaren aangeworven hier. Maar niemand kan eigenlijk weten hoe het nu op 1 januari 2021 gaat lopen. Mm-hmm. Ik denk dat veel dingen wel min of meer smoothless, zoals ze dat zeggen, zonder fricties zal gelopen. Het probleem is alleen als er geen duidelijke regeling is, wat als er zich problemen voordoen. Wat als je toch nog naar het Verenigd Koninkrijk reist, maar je koffer is zoek? Wat gaat er dan gebeuren? Welke soort regelgeving is er? Wat als een bestelling niet op tijd toekomt? Wie kan daarover beslissen? Ik denk dat daar, zoals in de voorbije periode, vooral juristen veel geld aan zullen verdienen. En dat is eigenlijk wat men vooral wil vermijden, dat er zich problemen voordoen en dat het dan niet duidelijk is wat er gaat gebeuren. En wie weet, zullen de Britten ook zelf nog wel wat willen toegeven? Want ze hebben er zelf ook geen voordeel bij, dat de rekken leeg zijn in de supermarkt, dat hun eigen Britse toeristen niet meer kunnen komen of gaan. Mm-hmm. Hè? Dus misschien dat de reden dan toch nog terugkeert op de valreep. Hè? Als de sense of urgency groter wordt, dat is natuurlijk ook wel mogelijk. Want niemand weet echt wat zo'n no-deal scenario uiteindelijk concreet zal betekenen. Ja, dat zullen we inderdaad moeten zien als het... Wanneer het zich voordoet, we weten dat het eraan komt.
Ja, het is goed om te horen dat die voorbereidingen wel serieus genomen worden, maar je kan niet alles voorspellen. Nu, ook zij willen inderdaad geen grote gevolgen of geen grote problemen, maar ze hebben natuurlijk wel zelf gekozen om daaruit te stappen. Dat gaat al heel lang terug. Ik kijk even naar Britse cultuurdocent. Zij zijn laat bij de... Ja, of dat hangt er vanaf. Vroeg voordat de EU groot was, maar later dan de oorspronkelijke 6 leden of zo gekomen. Wel, eigenlijk behoren de Britten tot de eerste die zijn toegetreden na de founding members. Van de dus Unie je had er eerst 6 bij de Europese Unie voor Kolen en Staal, bij de Europese Economische Gemeenschap. Ja. En dat heeft zo'n hele tijd geduurd. Helemaal in het begin trouwens, dat is ook iets wat weinig mensen zich beseffen. Dat is dat je helemaal in het begin wel een vraag hebt gehad vanuit die 6 lidstaten aan de Britten om deel te nemen aan het project. Maar de Britten hebben dat op dat moment geweigerd, begin jaren 50, vanuit de logica eigenlijk dat het op zich een heel interessant idee was, dat zeker ook voor vrede en voorspoed zou zorgen op het gehavende Europese continent. Maar voor henzelf zat daar te weinig vlees aan, omdat ze op dat moment nog het grote Britse Rijk waren, heel sterk gericht op een koloniale markt, die ze ongelooflijk beschermden ook. Maar wat zie je dan in de loop van die jaren 50, dat is allemaal verschrompeld. En plots begon het wel interessant te worden. Dus al in 1961 is er een vraag gekomen vanuit het Verenigd Koninkrijk, mogen we toetreden? Maar dat is toen op een veto gestoten van de toenmalige Franse president de Gaulle, die hen eigenlijk niet vertrouwde. En ergens in hindsight had hij wel wat gelijk. Hij vertrouwde hen niet, omdat hij dacht, ze zullen onvoldoende... meegaan in dat project. Ze zijn altijd een halve voet uit de Unie gehad. Ja, omdat ze ook een andere voet over de oceaan wilden houden. Een blik altijd op Amerika gericht. Voor hen een cultuur die psychologisch veel dichter is dan de Europese cultuur, die ze veel minder kennen. Ja. Maar goed, op dat moment vonden ze het wel economisch interessant, omdat je plots toegang krijgt tot een ongelooflijke markt. Op dat moment waren het nog maar 6 landen, maar wel 6 sterke landen, economisch sterke landen. Terwijl het met het Verenigd Koninkrijk zelf op dat moment niet zo geweldig goed ging. Ze hebben 3 keer moeten vragen, dus dat is nogal een uitgesponnen flirt. Maar uiteindelijk is pas in 1972 het licht op groen gezet. In 1973 zijn ze toegetreden samen met Ierland en met Denemarken. Het was vooral ook belangrijk dat niet alleen was de Gaulle ondertussen overleden, dat hielp, maar ook dat er ook een aanvraag was van Ierland op dat moment. En men wou op dat moment, zat je al met de troubles in Ierland, dat was heel heftig, hè, dat is de periode van Bloody Sunday en zo, en wou men eigenlijk vermijden dat Europa de 2 landen op een andere manier benaderde. Nog los van het feit dat op dat moment men ook wel het gevoel had dat het Verenigd Koninkrijk daar wel klaar voor was. Er wordt vaak gezegd dat het Verenigd Koninkrijk eigenlijk alleen maar voor de economie er is ingekomen. En dat klopt als je naar de retoriek kijkt waarmee men mensen heeft proberen te overtuigen. De toegang tot de eenheidsmarkt. Maar als je kijkt naar hoe bepaalde politici, leidende politici op dat moment, erover spraken, dan hadden ze het ook wel over het politieke project. Over het idee van, ja, we zijn heel veel van onze politieke macht kwijtgeraakt. We willen nog een speler zijn op het wereldtoneel. Ja. En dit is onze poort om dat te doen. Dus men had wel ergens dat idee, maar men heeft dat nooit gebruikt om de bevolking te overtuigen. Voor de bevolking is het altijd overgekomen als, het is een economische zaak. Mm-hmm. En wat zie je dan? 1 januari 1973 treden ze toe, zonder veel vuurwerk. Hè. Zo groot was het enthousiasme nu ook weer niet. Het was een zakendeal. Maar 2 jaar later komt er al een referendum. En na 2 jaar werd er al een referendum gehouden met de vraag, willen we er eigenlijk wel bij blijven of niet? Op dat moment waren de media, die nu heel erg eurosceptisch zijn geworden in de jaren 90, maar op dat moment waren die grotendeels pro-Europa. Dus die hebben vooral campagne gevoerd pro-Europa. Die Unie zag er ook nog helemaal anders uit. Die Unie zag er ook nog wel helemaal anders uit. En men had op dat moment wel het gevoel... de jaren 70 waren ook wel de periode van economische crisis. Hè. Men had ook wel het gevoel, als we het alleen moeten redden, dan zullen we meer in de problemen komen dan als we het met het Europese project kunnen waarmaken. Maar inderdaad, niet onbelangrijk is dat ondertussen die Unie zodanig is gegroeid, dat je daar 2 gevolgen
in hebt gekregen. Aan de ene kant zit je met dat idee van een sterke stem op het wereldtoneel. Via Europa, ja, je stem erodeert natuurlijk, hè, klinkt steeds zwakker als je met meer leden bent. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant heeft dat er ook toe geleid dat, zeker sinds 2004, de uitbreiding naar het oosten, dat er behoorlijk wat Oost-Europeanen, Centraal-Europeanen, de oversteek hebben gemaakt naar het Verenigd Koninkrijk om daar te gaan werken. En heel veel mensen hebben dat ook zo gezien, hè? Een vorm van arbeidsmigratie. Als je daar de statistieken op naslaat, dan zie je heel sterk een ongelooflijke knik naar omhoog. En die is alleen maar blijven stijgen. Maar wat men verzuimd heeft om te doen, is mensen uit te leggen dat dat voordelig is voor het land, voordelig is voor de economie. Men heeft heel snel het vooroordeel dat arbeidsmigranten de jobs komen afnemen, waardoor de werkloosheid stijgt, en tegelijkertijd ook een last zijn voor de sociale zekerheid. Ja. Omdat zij zelf ook werkloos zijn, profiteren van de gezondheidszorg en zo verder. Maar als je naar die cijfers kijkt, dan is dat helemaal anders. Die mensen zijn heel vaak te werk gesteld in sectoren waar je een probleem hebt, hè, waar je moeilijk personeel kunt vinden, bijvoorbeeld. En tegelijkertijd zie je ook dat ze netto bijdragen aan de sociale zekerheid. Want in veel gevallen gaat dat om nog relatief jonge mensen die werk hebben en die dus sociale bijdragen afdragen aan de staat en dus meebetalen voor de pensioenen van de gewone Britten. Maar dat soort van argumenten is ten tijde van het referendum in 2016 compleet ondergesneerd geraakt. Ja, ik zie parallellen met onze eigen arbeidsmigratie. De jobs doen die de Belgen niet meer willen doen en de jobs doen die de Britten niet meer willen of kunnen doen. Wat je daar ook wel hebt gekregen is een vermenging van twee dossiers die weinig met elkaar te maken hadden net op dat moment. Hè. De timing was zeer goed voor Leave en zeer slecht voor Remain. Want net in die periode worstelde Europa niet alleen met nog altijd de gevolgen van een economische en een financiële crisis en kreeg men dat maar niet opgelost. En de eurocrisis. En een stuk van de oplossing was ook, zet een aantal stoute lidstaten in de hoek. Dus Europa toonde zich niet meteen van de meest genereuze kant. Maar aan de andere kant zat je ook met de migratiecrisis. Maar die had uiteraard niets te maken met migratie binnen Europa. Dat had alles te maken met migratie van aan de buitengrenzen van Europa. En daar hadden de Britten eigenlijk relatief weinig last van, want de Fransen hielden heel veel van die mensen tegen in Calais. Denk aan de tentenkampen bijvoorbeeld, ook in die periode. Maar dat is allemaal verworden tot één amalgaam in dat hele referendum. Ja. Ik ga terug over naar de collega's. We hebben het over het. We hebben eigenlijk een heel mooie historische aanloop gekregen naar het referendum. Van de instap in de EU naar de mogelijke problemen. En ook al een beetje een soort schets van wat er gemist is geweest ten tijde van het referendum. Het was Cameron die dat op een gegeven moment heeft uitgeroepen. Een beetje zegezeker toen, denk ik. Dat is in zijn gezicht teruggekomen, jammer genoeg. Er zijn heel veel Britse burgers die daarvoor hebben gestemd. Er is heel veel over te doen geweest. Denken jullie nu dat zij nog steeds tevreden zijn met hun stem? Zeg maar. Doe maar, Martin. Ja. Misschien eerst Britse burgers, dat moet men natuurlijk nuanceren. De Schotten hebben veel minder gestemd. En dat zijn Engelsmannen, dat is belangrijk, denk ik, voor dit verhaal. Dat is een zeer, als men naar de kaart kijkt, dan zie je toch dat het een zeer geografisch onevenwichtig verhaal is. Ja. Ten tweede, zijn ze nog tevreden? Het is een beetje koffiedik kijken. Ik denk dat er zeker mensen zijn die vinden dat men het niet professioneel handhaaft, dat zij in zekere zin ontevreden zijn. Het is natuurlijk ook een probleem van het referendum op zich, omdat de vraag niet zo duidelijk was. Wat betekent uitstappen? Betekent dat een harde Brexit? Betekent dat een soort compromis? Dat zijn allemaal vragen die eigenlijk in dat referendum niet aan bod kwamen. En in die zin is het ook moeilijk in te schatten hoe tevreden mensen al dan niet zijn. Maar ik kan me voorstellen dat er ondertussen ook heel veel mensen zijn die op zich Remainers zijn, die in de Unie wouden blijven, maar die nu vinden, laten we niet meer teruggaan. Er is te veel gebeurd, er zijn andere belangrijke problemen. En laten gewoon voorbij gaan. Dat lijkt mij wel het geval. Ja.
Ja, ik denk dat de signalen wat tegenstrijdig zijn, maar natuurlijk hebben we allemaal het aanvoelen dat er zich ook veel Britten bekocht voelen. Wellicht ook veel Britten die niet naar het referendum zijn gegaan, dat weten we natuurlijk ook, hè, want het is niet zoals hier, hè, dat er een opkomstplicht is. Niet verplicht. Dus alhoewel de opkomst vrij hoog was, zijn er natuurlijk wel altijd nog een groot deel Britten die niet hebben deelgenomen aan het referendum, daar misschien nu spijt van krijgen. Anderzijds hebben we toch ook gezien dat in december vorig jaar, is nog niet zo lang geleden, Boris Johnson vervroegde verkiezingen heeft uitgelokt en die glansrijk heeft gewonnen. Ja. Met name opnieuw hè, door zeg maar, de blanke, eerder laag tot middengeschoolde plattelandskiezer in Engeland. Hè. Dat is echt de strongholds van de Conservative Party. En daarmee bewees Johnson ook nog eens dat hij eigenlijk niet wakker lag van Schotland of Noord-Ierland. Hè. Maar het is natuurlijk wel die meerderheid die hem heeft... Ja, nog zegezeker heeft gemaakt en die hem ook in staat stelt om relatief hard te onderhandelen ten aanzien van de Europese Unie. Ik denk anderzijds dat er ook wel veel Britten Brexit moe zijn hè, en zoiets hebben van Johnson, doe maar hè, en we zullen wel zien wat het wordt. Maar ook natuurlijk dat een deel, zoals bij ons misschien, hè, een deel van de bevolking natuurlijk niet goed kan inschatten wat dat voor hen zal betekenen. Dat is dikwijls de ironie van de zaak. Hè. Dat tegen die misschien het hevigst voor die Brexit waren, de eerste slachtoffers zullen zijn. Dat zien we trouwens ook hier bij verkiezingen, dat crisis niet altijd zeer rationeel zijn. Er zijn ook heel veel emotionele elementen die natuurlijk een rol hebben gespeeld. En wellicht... Ja, en het fenomeen van wat je zeker in de Verenigde Staten hebt, maar toen in het Verenigd Koninkrijk ook, de single-issue stemmers, die dan met allerlei policy niet akkoord zijn, maar dat ene ding, bijvoorbeeld de Brexit, is zo belangrijk dat ik voor Johnson stem, ook al hebben andere... Ja, maar dat is natuurlijk eigen aan een referendum. Je kunt niet aan een referendum klopt, ik heb verwijten dat het maar verkiezingen daarom, uit... Ja, natuurlijk. Vanuit dat standpunt ben ik zelfs ook niet per se tegen de organisatie. Ik vind, als zo'n belangrijke kwestie op tafel komt, is het misschien zelfs beter om het op die manier te doen dan bij parlementsverkiezingen, want dan krijg je toch een intermediaire rol van personen en partijen en krijg je mixed met allerlei andere beleidsthema's. Daar lag eigenlijk het probleem. Het probleem lag in de campagne, hè? Dat men natuurlijk die campagne niet goed georganiseerd heeft. Als je ziet aan welke regels politici en partijen moeten voldoen om te mogen deelnemen aan verkiezingen, alleen al financieel. En als je dan ziet hoe er eigenlijk een loopje mee werd genomen, omdat er ook geen regels waren in het Verenigd Koninkrijk, financiering extern, weinig en transparantie, ja, dan is dat eigenlijk zeer onbezonnen om dat af te kondigen. Nogmaals, ik denk niet dat het referenduminstrument op zich het probleem is, maar je moet het natuurlijk wel goed voorbereiden. En zoals Martin zei, ja, je moet ook weten wat er nadien gaat gebeuren. Hè. Als het Verenigd Koninkrijk dan natuurlijk uit de Europese Unie wil stappen, ja, er lag geen enkel scenario klaar. Hè. Ja. Theresa May heeft bijna 9 maanden gewacht om het officieel te laten weten aan de Europese Unie, omdat ze zelf ook geen flauw idee had wat nu de terugvalpositie is. En dat is natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid. Grote verantwoordelijkheid aan de politici om het onbezonnen te organiseren, zoals David Cameron. Maar ook een grote verantwoordelijkheid, vooral voor de Brexiteers, om dan eigenlijk geen plan te hebben. Ja. Zeggen, we gaan eruit stappen, maar eigenlijk weten we niet hoe dat we dat gaan doen. Die politici waren tegen dan trouwens al van het toneel verdwenen. En dan was het met name Theresa May die de problemen heeft mogen oplossen, wat daar eigenlijk ook niet echt gelukt is. Ondankbare rol. Ja. Absoluut, ja. Ja. Nu, ik denk dat een van de elementen daar wel was dat men wel degelijk aandacht had voor wat is ons plan als we effectief uit de Europese Unie stappen. Maar dat er heel veel verschillende scenario's de ronde deden in dat Leave-kamp. Afhankelijk van het publiek waar men voor sprak. Maar in elk geval, als je nu terugluistert en terugleest wat er toen allemaal verteld werd door met name iemand als Michael Gove, die nog altijd een zeer prominente rol speelt in de regering Johnson, zoals Boris Johnson zelf, dan werd bijvoorbeeld gegarandeerd dat er ongehinderde toegang zou blijven tot de Europese eenheidsmarkt. Een van de eerste zaken die van tafel is verdwenen. Dat de deal in een paar maanden tijd beklonken zou zijn. Het zou nog nooit zo snel gebeurd zijn. Ja. En wij hebben alle kaarten in handen, wij de Britten. En daar is niets van in huis gekomen. En dat zag je eigenlijk, als je een beetje kennis van zaken had, zag je dat wel mijlenver afkomen. Maar als je dat inderdaad dan vermengt met het emotionele en het idee van die Europeanen, daar willen wij vanaf en wij zijn eigenlijk wel slimmer dan die hele club van 27, dan geloof je daar ook wel effectief in. Ja. En nu
Het gekke is dat mensen nog altijd, of sommige mensen in elk geval, nog altijd veel vertrouwen hebben in iemand als Boris Johnson en Michael Gove en Jacob Rees-Mogg, nog zo'n prominente Brexiteer die nog altijd een prominente rol speelt in het parlement. Wel, men heeft daar nog altijd vertrouwen in. Hoewel men nu nog altijd zegt dat het de best mogelijke situatie zal zijn na de Brexit, terwijl alle randvoorwaarden die men toen daarvoor heeft opgesomd, zoals ongehinderde toegang tot de Europese markt, die zijn allemaal van tafel en nog blijft het meest fantastische dat je ooit zult meegemaakt hebben. Dat is eigenlijk mindblowing. Is dat dan een... want eigenlijk zeg je... De Leave-campagne heeft een aantal thema's gebruikt die we toen al konden weten dat die onrealistisch waren. Is dat dan... Dus het is ergens een soort van fout van de Leave-campagne misschien. Maar is dat dan geen fout van de Remain-campagne, net om daar dan niet harder op in te gaan? Nee, maar ik denk dat het probleem is, het is inderdaad nogal onbezonnen en om puur opportunistische redenen, dat Cameron in der tijd een referendum heeft beloofd en uiteindelijk ook zijn woord heeft gehouden. Denkend ook wel dat het de goede kant zou uitgaan op basis van opiniepolls op dat moment. Maar Remain heeft ook op een bizarre manier campagne gevoerd. Hè. In die zin dat men eigenlijk met de handrem op Europa verdedigd heeft. Men heeft in belangrijke mate gezegd, er zijn heel veel problemen met Europa. Heel veel problemen. Ja. Maar het is nog altijd het minste kwaad. Ja, dat is echt geen wervend project. Geen enkel passioneel mensen toch niet betoog laten stemmen geweest. Voor... Er is geen enkele verdediging nee, echt geweest. Heel weinig. Er waren een aantal eurofielen uiteraard. Maar dat was niet de algemene lijn van de Remain-campagne. Ja. Wat men eerder zei was, van ja, kijk, laten we inzetten op een sterke rol spelen erin om te proberen om hier en daar bij te sturen, om hier en daar wat macht van Europa terug te halen naar Brussel. Maar Cameron had dat net geprobeerd, zonder succes. Nee. Dus men had eigenlijk bijzonder zwakke kaarten in handen. Ja. En die men had, heeft men dan nog niet eens uitgespeeld. Ja, dat wijst nog eens op de verpletterende verantwoordelijkheid van David Cameron. Ik denk dat hij daar een grote, belangrijke rol in speelt, omdat hij natuurlijk zichzelf in de weg zat. Hij heeft nooit iets positiefs gezegd over de Europese Unie. Altijd van, er zijn problemen, dit en dat. En ik heb toch in Brussel allerlei goede zaakjes kunnen doen. En dan kondigt hij een referendum aan en zegt hij, kijk, eigenlijk is dat een interessante club. En nu moet je mij geloven en we gaan erbij blijven. Ja. Dus hij was niet geloofwaardig als boegbeeld van de Remain-campagne. Maar het is ook niet gemakkelijk om een zittende eerste minister zomaar aan de kant te schuiven. Dus dat was ook een van de problemen. Leave had heel veel meer en verschillende boegbeelden. Van een soft Brexit als het ware, over een hard Brexit, over een no deal. En daar kon men eigenlijk uit kiezen. Terwijl Remain werd veel te sterk geïdentificeerd met de persoon van David Cameron. Het enige wat hij zelf doorhad is dat hij zijn eigen positie niet op het spel mocht stemmen. Want dan was waarschijnlijk de uitslag nog duidelijker geweest. Maar uiteraard wist hij natuurlijk ook wel, als ik dit niet zou winnen, zal ik de eer aan mezelf moeten houden, wat hij dan ook heeft gedaan onmiddellijk de dag na de uitslag dat het referendum bekend was. Ja, daar komt natuurlijk ook bij dat je daar met twee scenario's in principe zit die je tegenover elkaar plaatst, Leave versus Remain, waarbij Remain eigenlijk vrij duidelijk is. Dat is namelijk de situatie waar we nu in zitten en die wordt van alle kanten bekritiseerd in ons land door mensen die het kunnen weten. Dat is de boodschap die mensen binnenkregen, terwijl Leave kon eigenlijk om het even wat vertellen, want er waren verschillende scenario's denkbaar. En afhankelijk van wie er sprak, kreeg je een totaal ander scenario. Dus je kon veel meer gaan freewheelen in wat je vertelde. Je werd nooit ter verantwoording geroepen met cijfers of met wat dan ook. Want kwam je de ene dag met cijfers van de ene studie, dan kon je die gerust tegenspreken met cijfers van een andere studie. En niemand die nog wist waar het precies over ging. Want ja, het was allemaal een wat-als scenario natuurlijk. Ja. Ik ben er helemaal mee eens. Ik denk ook dat het op emotioneel vlak helemaal is misgelopen. Dat die Remain-campagne echt weinig kon aanbieden. Maar dat is natuurlijk ook in het Verenigd Koninkrijk veel moeilijker dan in Frankrijk, Duitsland, België. Dat dit hele verhaal van Europese Unie, gemeenschap als een vredesproject, als antwoord op de Tweede Wereldoorlog, die zou in Groot-Brittannië niemand overtuigen. Dat is geen aantrekkelijk verhaal. En aan de andere kant... Hoe komt dat? Ja, ze hebben een speelfiguur in de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar ze hebben natuurlijk de oorlog in het Britse narratief op hun eigen gevonden. Ja, zeker zij zijn de helden. Zij zijn de helden. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal in
op het Europese continent. En dan, ja, je kan natuurlijk over Johnson heel veel ook negatieve dingen zeggen, maar het is natuurlijk in vele opzichten ook slim gedaan. Hè. Die narratieven die hij aanbiedt, die van dat opnieuw grote Verenigd Koninkrijk, een enerzijds veel moderner, veel flexibeler, anderzijds verwijzen naar het verleden. Ja, dat is als verhaal natuurlijk echt goed gedaan. Maar hoe waar is dat dan nog? Want je haalt dezelfde verdeeldheid met Schotland aan. Dat hebben we natuurlijk ook in de VS gezien, hoor, dat het voor vele mensen niet zo belangrijk is of het dan klopt of niet, zolang dat verhaal maar wel overtuigend is. En ook een soort rol vermeend weglegt voor de mensen zelf. Hoor, dat ze deel zijn van dat verhaal, dat zij geschiedenis meemaken, geschiedenis kunnen beïnvloeden, dat zij naar een andere toekomst gaan, dat ze die mee kunnen bepalen. Okay. Nu, dat is ook wel voor een deel waarom hij de verkiezingen in december vorig jaar gewonnen heeft. Hè. Hij had heel weinig te verdedigen, want hij was nog maar pas aan de macht sinds begin augustus. En hij had 1 trofee binnengehaald in bijzonder moeilijke omstandigheden, want eigenlijk voor een deel tegen zijn eigen parlement in, had hij die deal met Europa binnengehaald. Hè. Ja. Dat was de trofee waarmee hij naar de kiezer kon trekken. En tegelijkertijd heeft hij voor het overige een zeer eenvoudig narratief gehouden, namelijk we gaan investeren in die zaak die echt gelden als de monumenten van ons land, hè, de NHS, de gezondheidszorg, ons onderwijs, dat is ook heel belangrijk, meer blauw op straat, mensen vinden dat ook altijd belangrijk, en meer infrastructuurwerken, zeker in het noord. En zo had hij een aantal zaken eigenlijk op een aantal knopjes gedrukt die het heel goed doen bij veel mensen. Ja. Of dat realistisch is of niet, dat maakt op zich niet zo heel veel uit. En hij had zich daadkrachtig getoond, gewoon door dat ene akkoord binnen te halen. Ja. Als je mensen nu zou vragen, opnieuw, dan zou de situatie er misschien wel iets anders kunnen uitzien, want eigenlijk heeft hij de afgelopen 11 maanden bijzonder slecht gedaan. Hè. Dat is wel gebleken. Kijk naar hoe hij corona heeft aangepakt bijvoorbeeld. Hoe hij er maar niet in slaagt om die Brexit-deal af te ronden. En van de andere projecten die hij heeft afgekondigd, of heeft aangekondigd, ook er heel weinig in huis. Ja, oké. We hebben ook tijd voor de vragen van de kijkers thuis. Als jullie dat nog niet weten, jullie kunnen in de chatmodule ook vragen aan onze heren hier stellen. We hebben er ook al een binnengekregen en dat is Tinne die vraagt, waar loopt het eigenlijk juist mis in de onderhandelingen? Waarom komt er maar geen akkoord? Dus dat brengt ons een beetje terug bij het begin van ons gesprek, maar dus specifiek de huidige onderhandelingen komen maar niet tot een eindpunt. Wat is het grootste twistpunt misschien? Wat gaat er zijn er eigenlijk 3 die nu op tafel liggen. Er zijn heel veel issues, maar daar heeft men min of meer een oplossing voor gevonden. Ja. Dus een compromis. Er blijven nu eigenlijk nog 3 over. Dat zijn de visserijrechten, dat is het eerste item. Mm-hmm. Dus onze vissers, of zeg maar de EU-vissers, hebben nu disproportioneel toegang tot de Britse territoriale wateren. En daar willen de Britse vissers eigenlijk vanaf. Ze willen die Franse, Belgische, Nederlandse boten buiten. En ze zeggen, ja, je hebt zelf ook je eigen zee. Is dat niet genoeg om achter je vis te varen? Daar komt het eigenlijk op neer. Daar is de onderhandelingspositie van het Verenigd Koninkrijk dus eigenlijk sterker dan die van de Europese Unie. Ja. De Europese Unie staat natuurlijk ook onder druk van de vissers, van de lobby, van de landbouw, van de lokale en politici die dat natuurlijk ook wel moeten verkocht krijgen. Als de Britse wateren voor onze Belgische vissers zouden gesloten worden, ja, dan is het hier eigenlijk over en out. Hè. Dan kun je op de beste manier nog een plezierboot de haven van Oostende laten vertrekken. Maar dat stelt eigenlijk onze visserij ook niet veel voor. Dat is het gaat eerste misschien punt. Over iets anders, maar waarom zit die vis enkel bij hen en niet bij ons? Ja, natuurlijk zijn we een enorm groot land en dus de territoriale wateren. De kust gaat heel groot. Volgens de mijlen en in de richting van IJsland, dat is natuurlijk een veel groter en een visrijker gebied dan Ocharme, het kanaal. Ja, daar gaat je viswinkelen en niet meer vullen, denk ik. Maar aan de andere kant moeten de Britten hun vis wel ergens verkocht krijgen, natuurlijk. Hè? Dus als zij het te hard spelen voor die visserijrechten voor onze vissers, ja, dan komen zij in de problemen, want dan krijgen ze die gewoon aan de straatsteden. Dat brengt ons bij het tweede punt, namelijk de toegang tot de vrije markt en welke spelregels dat er moeten spelen. En inderdaad, hè, als er geen akkoord is over in het zogenaamde level playing field, een gelijk speelveld, dat betekent dat de Europese Unie kan weigeren of heffingen kan invoeren op vis bijvoorbeeld die van het Verenigd Koninkrijk komt. En dan zitten ze daar met een vangst, dan raken ze niet meer kwijt. Ja. Dus het gaat om de vraag, kunnen we dezelfde spelregels afspreken aan beide zijden van het kanaal, zodat de markt goed functioneert en dat er dus geen oneerlijke concurrentie plaatsvindt. Dat is het. Het derde punt is, als er dan toch een conflict zou zijn, wie gaat daarover en beslissen? Wat voor
Boris Johnson horror is dat er opnieuw een rol zou weggelegd zijn voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Dus er zou een apart arbitragemechanisme moeten tot stand komen, maar ook daarover raakt men het niet eens. Dus de visserij, de interne markt en de regels en dan de arbitrage, dat zijn nu, als we de onderhandelaars mogen geloven, de drie grootste, meest heikele en laatste punten die nog eigenlijk moeten worden afgeklopt voor men een globaal akkoord kan voorleggen. Maar het zijn net die punten die je hier had kunnen verwachten, hè? Want ze raken allemaal aan het basiselement in die hele campagne en in het hele euroscepticisme. Dat heeft te maken met aan de ene kant soevereiniteit, hè? Het bijna middeleeuwse principe dat terug wordt bovengehaald van we zijn een soeverein volk, een soevereine natie en niemand mag ons iets opleggen. Ja. En het tweede, dat houdt daarmee verband. De Britten houden eigenlijk niet zo van heel veel wetten. Ze hebben zelf geen grondwet bijvoorbeeld. Hè. Dus ze maken wetten als die nodig zijn. En dan willen ze die ook heel erg kunnen naleven. En dan moet je dat ook kunnen controleren. Wat zien ze van Europa altijd komen? Europa dat ze nooit beschouwd hebben als wij zijn een onderdeel daarvan. Dat is voor ons een legitiem overheidsniveau, zeg maar. Hè. Een legitiem wetgevend niveau. Ja. Ze zien van daaruit alleen maar wetgeving komen. En wetgeving die hun bewegingsvrijheid beperkt. Die ervoor zorgt bijvoorbeeld dat ze niet die krachtige stofzuiger kunnen kopen die ze eigenlijk zouden willen kopen om een vast tapijt te stofzuigen. Die oplegt dat je bepaalde soorten chips bijvoorbeeld niet meer in de rekken mag leggen, want daar zijn bepaalde voedselnormen die waar niet aan voldaan wordt. Ja. En dat komt hier eigenlijk allemaal in samen. Het gaat erover dat Europa, ook als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gestapt zou zijn, dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd dat soort van wetgeving, regeltjes, zou moeten blijven aanvaarden om toegang te kunnen behouden tot die Europese eenheidsmarkt. Ja. Terwijl dat eigenlijk de logica zelf is natuurlijk, want anders krijg je oneerlijke concurrentie tussen het Verenigd Koninkrijk aan de ene kant en de 27 lidstaten aan de andere kant. Een kleinere overheid of minder regels en een vrije keuze voor de consument en zo, klinkt allemaal heel liberaal. Is de conservatieve partij daar, zijn dat liberaal? Want er bestaat ook nog altijd een liberale partij. Ja, dat is natuurlijk een complexe zaak in die zin dat, net zoals in de Verenigde Staten trouwens, zit je daar met een vrij breed politiek spectrum, maar er zijn twee partijen die daar dominant in zijn. Eén ter linkerzijde, één ter rechterzijde. Maar laten we zeggen, zelfs ter linkerzijde zit nogal centrum links. Ja, voor onze Europese, vanuit ons Europees perspectief is dat nogal centrum. Terwijl rechts zit je dan met de conservatieven die dat domineren. En je hebt inderdaad een liberale partij, dat is eigenlijk de liberaal-democratische partij, die wat in het midden zit, wat centrum links is, in een aantal gevallen centrum rechts. Het is een beetje een allegaartje ook van ideeën. Je kunt moeilijk zeggen dat dat één coherente ideologie vormt. Het klopt dat de conservatieven heel wat liberale ideeën hebben in de zin van je moet de vrije markt laten zijn, zij dat je hier en daar wat correcties nodig hebt. Maar dat is nog maar de vraag natuurlijk, wat de agenda is van zo'n conservatieve partij die geen problemen ziet in een harde Brexit. Er zijn al scenario's, die ballonnetjes die zijn opgelaten in de omgeving van Boris Johnson, als zou hij van het Verenigd Koninkrijk het Singapore aan de Noordzee willen maken. Vanuit het idee dat het een soort van vrijhaven is, waar je heel weinig regelgeving hebt, als bedrijven tenminste. Bedrijven kunnen daar heel makkelijk producten verwerken, weer verschepen. Hij zou van het Verenigd Koninkrijk ook zoiets willen maken. Nu, dat is bijzonder liberaal, neoliberaal, maar tegelijkertijd is de vraag, wat doet dat met je werknemers? De rechten van je werknemers, de rechten van je consumenten, zijn die nog voldoende beschermd? Want als je naar Singapore zelf gaat kijken, dan zie je ten eerste dat de schaal nogal beperkter is. Het gaat om een land met 5 miljoen inwoners. Het Verenigd Koninkrijk heeft er een veelvoud van, evident. Maar daarnaast zit je ook met een andere traditie. Bijvoorbeeld, de vakbonden hebben nog altijd wel iets te zeggen in het Verenigd Koninkrijk. In Singapore moet je niet veel reppen over vakbonden, bijvoorbeeld. Hè. Dus daar zit je wel met een aantal verschillen. En ook daar lijkt het alsof hij
een aantal mensen naar de mond spreekt die echt zo'n neoconservatieve, neoliberale agenda willen doordrukken. Hoewel ik niet denk dat hij zelf die visie noodzakelijkerwijs onderschrijft. Maar als een soort van, kijk, zo kan het ook. Dat is een succesverhaal. Ja. We gaan dat even kopiëren. Net zoals hij ook in de hele Brexit-onderhandelingen verschillende keren heeft gezegd. We willen eigenlijk voor een Canada-style deal. Met andere woorden, vergelijkbaar, een deal die vergelijkbaar is met de deal tussen het Verenigd Koninkrijk en, tussen de EU en Canada. Het heeft 6-7 jaar geduurd om die deal te kunnen sluiten en die gaat om veel minder uiteindelijk. Hè. De dienstensector bijvoorbeeld zit daar niet in. Nu laat de dienstensector net bijzonder belangrijk zijn voor de handelsrelatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ze zitten veel dichterbij. Ze zitten veel dichterbij. Het volume is ook totaal anders. Hè. Ik geloof dat de export van Canada naar de EU gaat om een 8% ongeveer van hun export tegenover 43%. 45% tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Okay. Dus dat is wel een wezenlijk verschil. Hè? Ja, zeer zeker. We naderen het einde van dit gesprek, maar ik wil toch nog aan elk van jullie vragen. Misschien hebben jullie een soort favoriet moment in de saga van de Brexit van de afgelopen jaren. Het is ondertussen echt een hele reeks van verhalen met heel veel interessante gebeurtenissen. Hebben jullie zo één moment dat jullie dachten, dat was of mooi of gek, of iets dat jullie is bijgebleven? Dus, dat was die ene moment. Ik zou nu niet meer precies kunnen aangeven wanneer die speech van Theresa May op een van die partijsamenkomsten waar de letters achter haar begonnen, van de muren te vallen, ja. Ze stemmen te verloren. En dat was een beetje, ik dacht, ja, mocht dat een Hollywoodfilm zijn, dan zou dat eigenlijk te veel zijn. Het zou niet meer geloofwaardig zijn. En dat toont misschien goed aan hoe in dat hele verhaal, inderdaad, zo'n gesprek ook van die favoriete momenten, het gaat om harde politiek, het gaat om economie, het gaat om het lot van miljoen mensen, maar het gaat anderzijds, heb je toch altijd ook het idee, het gaat om een soort Hollywood-film met Johnson als regisseur of Theresa May in een soort hoofdrol voor haar weggelegd die niet voor haar gemaakt is. In die zin was dat misschien een typerend moment. Ja. Steven, heb jij een? Ja, ik heb er twee als ik mag. Elk jaar kijk ik met mijn studenten naar The Iron Lady. Zelfs met de nieuwe reeks van The Crown vind ik The Iron Lady nog altijd beter. Ja. Omdat in die film ik heel duidelijk kan maken wat er nu met dat land aan de hand is, als het ware, en waarom ze uiteindelijk voor Brexit hebben gestemd. Want dat gaat over het kiesstelsel, over een figuur als Margaret Thatcher, over die moeilijke verhouding met Europa, over de rol van de Conservative Party, enzovoort. Mijn favoriete moment in de afgelopen saga, het moet november 2016 geweest zijn, wanneer Nigel Farage als eerste Europeaan bij president-elect Donald Trump in de gouden kooi in zijn Trump Tower staat. Dat was echt het kantelmoment, want ik denk dat er twee belangrijke gebeurtenissen zijn in 2016, waar ze eigenlijk beide de middelvinger uitsteken naar de Europese Unie. Dus de nieuwe Amerikaanse president die ja, de kwaaduivel van het Verenigd Koninkrijk, die zelfs ook bij de Brexiteers niet heel goed ligt, hè, dat die samen eigenlijk zeggen van ja, kijk, fuck you, Europese Unie. Ik heb daar geen ander woord voor, sorry. Ja. En dat we eigenlijk nu zien dat er een soort kantel en moment is. Dat er 4 jaar later, Trump verdwijnt van het toneel. Martin heeft het al gezegd. Biden is natuurlijk een andere figuur. Gaat George Johnson nu ook terug moeten draaien? En komt misschien nu die lange episode tot een einde? Ze moeten zelfs nog eens Biden en Johnson zien in welke settings ze eventueel een nieuwe foto zouden kunnen maken. Dat is mijn een moment van de afgelopen jaren. Ja, dank u wel. Ik ga niet voor één moment kiezen, maar voor eigenlijk een reeks momenten. Dat zijn de debatten in de House of Commons afgelopen paar jaar, die soms heel verhit eraan toe gingen, zeker vorig jaar. Met stemming na stemming, heel technisch allemaal. Hè, om het te volgen voor de gewone man in de straat moet dat ongelooflijk bijgedragen hebben tot de Brexit-moeheid. Dat is heel begrijpelijk. Maar aan de andere kant, als je dat volgt, dan zie je daar wel de democratie aan het werk. Met heel veel verschillende zaken die tegelijkertijd aan de gang zijn. Hè. Theresa May, die een meerderheid had, die dacht die meerderheid te kunnen uitbreiden, die uiteindelijk verloor. Ja. En dan met een minderheidsparlement moest werken, met gedoogsteun. En dan Johnson, die
er helemaal een zootje van leek te maken, die zijn meerderheid of zijn minderheid zelf nog verder verkleinde. Maar wat je daar vooral zag was de passie waarmee de twee kanten probeerden om toch hun argumenten op tafel te leggen. Sommigen hielden weinig steek, anderen hielden veel meer steek. Maar je zag daar toch een parlement dat probeerde om haar werk te doen. Ondanks alles, ondanks met een heel passionele de rotzooi speaker eigenlijk die je kreeg van de regering, met een speaker, John Buikow, die gelukkig al veel jaren op de teller had, die zich had compleet kunnen onthechten van de conservatieve partij, niet dat hij daar ooit ongelooflijk zwaar aan geëigd is geweest, maar hij komt daar wel uit. Ja. Maar wel een parlement dat geprobeerd heeft om te tonen waarvoor dat parlement echt dient. Ondanks het feit dat het allemaal begonnen is met een referendum, waarbij echt het volk rechtstreeks raadpleegt, is het parlement daar toch getoond dat het daar nog wel een rol in kan spelen. En in die zin denk ik dat het misschien ook een iets hoopvoller beeld is dan de twee beelden die de collega's hebben gekozen. Oké. Okay. Of dat parlement zijn eer heeft weten te redden, dat is aan jullie, jee of nee. Maar dit rondetafelgesprek zit er alvast op. Ik dank ook nog heel hartelijk Lieven Buyssen, Steven van Hekken en Martin Koolhaas voor jullie bijdrage. Het was ongelooflijk boeiend. Over een tiental minuten zijn we er terug met onze derde wetenschapscafé van vandaag. Dat gaat over kernenergie. Wij zien jullie daar graag terug voor meer van jullie vragen en voor meer van dit soort gesprekken. Dank jullie wel.